Goedemorgen op deze zondagmorgen. Dit is video 7 van de Open Your World Challenge. En gisteren heb ik een stuk van mezelf laten zien op mijn YouTube kanaal. En ik wil daar vandaag even op verder gaan. Want ik heb nog een ander kanaal. En dat is de SDZ Nostalgie. En daar wil ik zo meteen even wat over vertellen. Want ik heb daar filmpjes staan van oude tv-series van vroeger. TV-series waar ik zelf heel veel mee heb. En ik wil daar even verder of dieper op ingaan. Op waarom me die series zo aanspreken. En ik draai dan ook even het beeldscherm om naar dat kanaal te gaan. Even kijken. Ja, gaan we nu doen. Ik wil namelijk even beginnen bij een Nederlandse jeugdserie uit de jaren 80. Ik heb hem zelf, want ik kom zelf uit 1979 en in 1980 kwam deze serie in Nederland op de televisie. Dus toen heb ik dat niet echt bewust gezien. Ik kan me nog wel herinneren, want ik geloof dat de laatste aflevering toen in 1984 is uitgezonden. En dat kan ik me nog herinneren. En verder ook de herhalingen die in de latere jaren zijn geweest. Die staan nog helder op mijn netvlies. Wat ik zo mooi vind aan deze serie is dat de bedenkster, Hetty Heiting, ze vertelt ook op de DVD-uitgave, en ik heb ook dat interview met haar ook op mijn YouTube-kanaal gezet. Dat spreekt me enorm aan. Ook hoe zij vertelt over hoe de familie Knots is ontstaan vanuit haar brein. Want dat zegt in mijn ogen ook iets over creëren, over creator zijn. En ik zie haar echt als een creator, als een voorbeeld van iemand die vanuit authenticiteit iets creëert. En ze vertelt onder andere hoe zij de karakters heeft bedacht. En hoe ze op de naam is gekomen. Ze heeft ook op scholen enquêtes gedaan. En ze vertelt daarbij ook dat ze eigenlijk al haarfijn wist waar het op uit zou lopen. Want ze heeft bijvoorbeeld ook karakterschetsen gemaakt. En ze wist precies welke karakters ook door de kinderen leuk gevonden zouden worden. En ze heeft daarbij gewoon echt alles zelf verzonnen. Zelfs het hele decor heeft ze ontworpen. En alles vanuit haar eigen brein is dat ontstaan. En dat spreekt me zo enorm aan. Ook omdat zij dus blijkbaar zo enorm verbonden is met eigenlijk met een collectief bewustzijn. Of eigenlijk het collectief potentieel waar ze uiteindelijk haar eigen unieke deel uit heeft weten te halen, waarmee zij eigenlijk een stukje van de wereld heeft veranderd. In dit geval in Nederland. Het was ook echt een enorm populaire serie in die tijd, omdat er ook heel weinig televisiezenders waren. Maar wat zij daarmee heeft bereikt is ook dat er op maatschappelijk vlak heel veel verborgen boodschappen in de serie zitten. Ook de liedjes die erin zitten. Ze hebben allemaal een moraal en een boodschap richting de maatschappij. En dat zijn nog steeds actuele thema's. En het is heel mooi hoe ze dat op die manier weet te brengen. En ook een stukje bewustzijn daarmee verruimd. En zo zijn er meer creators. Ik ben bijvoorbeeld ook enorm fan van Astrid Lindgren, die uiteraard bekend staat om Pippi Langkous. Daar heb ik ook een aantal, in ieder geval de afleveringen, die ik heb ze zelf bewerkt om ze gewoon in een goede kwaliteit op YouTube te zetten. Astrid Lindgren heeft ook Pippi Langkous op een heel mooie manier. Ja, is dat in haar brein ontstaan. Ze wilde een verhalen gaan schrijven voor haar zieke dochter, om die verhalen te gaan vertellen. En heeft een figuur bedacht, in dit geval Pippi Langkous, dat natuurlijk voor velen
eigenlijk gewoon een heel ja, mooi karakter is. Want ze is eigenzinnig. Ze is iemand die anders is dan anderen. Dus ook weer ja, die authenticiteit die naar voren komt, vind ik heel mooi. En ook de boodschappen die ook in die serie voorbij komen. Ook al is het voor kinderen, er zit ook voor volwassenen hele mooie, ja, mooie boodschappen zitten erin verborgen. En ik denk dat dat het ook zo maakt, zoals ook bijvoorbeeld Annie M.G. Schmid, daar heb ik in principe niets van op YouTube staan. Vind ik ook zo'n creator die echt bij zichzelf is gebleven met alle verhalen die ze heeft geschreven, de liedjes die ze heeft gemaakt. Als ik bijvoorbeeld denk aan het liedje Vluchten kan niet meer, heeft zij ook geschreven. Ja, dat gaat enorm diep. Echt hele bewuste teksten die zij schrijft. En daar, ja, daar word ik gewoon echt heel erg blij van. Dat mensen ja, vanuit hun authenticiteit gewoon echt iets neerzetten. Zonder zich bezig te houden met wat anderen ervan vinden. En gewoon echt ergens voor gaan en hun boodschap de wereld in willen zetten. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld ook een serie. Dat is Mijn Idee. Dat is van de cineast Karst van der Meulen. Is ook ja, iemand die voor kinderen heel veel films heeft gemaakt. Waar ik ook echt met enorm veel plezier naar heb gekeken. En ook daarin zie ik dat hij ja, vanuit zijn creatieve brein iets moois heeft weten neer te zetten. En daarmee ook echt met de moraal die in ieder verhaal zit en de beelden die hij daarbij maakt, dat het gewoon echt iets moois is dat neergezet is. En als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik, ja, de kwaliteit is niet optimaal en tegenwoordig gaat alles veel sneller. Maar er wordt wel iets verteld. Als je echt serieus kijkt ja, naar een film uit bijvoorbeeld de jaren 80, dan zie je daar veel meer in dan de snelheid van tegenwoordig. Daarom kijk ik ook tegenwoordig heel weinig televisie. En ja, zo kan ik nog misschien wel wat meer dingen vertellen, maar ik denk dat ik het hier even bij laat. Alles wat op dit YouTube-kanaal staat, dus SDZ Nostalgie, ja, dat heeft voor mij in ieder geval een ja, hele waardevolle betekenis. Want ik heb ja, alle de series die erop staan niet voor niets zomaar opgezet. Maar ze hebben voor mij allen ja, toch wel een diepere betekenis. Omdat er, of bijvoorbeeld in de muziek, in de filmmuziek, iets heel moois zit. Iets wat heel diep gaat. Of in het script, of hoe het in beeld gebracht is. En ja, dat wilde ik graag even delen voor vandaag. Dus de creativiteit die zo ja, belangrijk is om niet te vergeten. En om vooral ook trouw te zijn aan jezelf. Trouw te zijn en te blijven aan jezelf. Ik heb het scherm weer even omgedraaid. Dan kan ik jullie nog even zien. Ik wens jullie alle een hele fijne zondag en graag tot morgen weer met dag 8 van de challenge. Tot morgen.